Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Enschede is onrustig geëindigd. De politie moest ingrijpen bij opstootjes. Uit vrees voor botsingen tussen voor- en tegenstanders van asielopvang gold in Enschede een noodverordening en was er veel politie op de been. Wij blijven ons verzetten tegen dit verrotte asielbeleid en voor de belangen van alle omwonenden. Nee is nee en blijft nee. Dank u wel. Een paar honderd betogers, precies op de plek waar binnenkort een asielzoekerscentrum komt. Plotseling besluit een deel van de aanwezigen naar het stadscentrum te lopen. Omdat we te horen kregen dat bij het Mierotrein, een stuk verderop, dat daar de voorstanders stonden die daar tegengehouden werden. Ook daar willen we de confrontatie wel mee aangaan. Daar hebben we helemaal geen moeite mee. Het kan goed willen, het kan kwaadschiks. Wij zetten hak in de zand en we zullen niet achteruit stappen. Nu niet, dan niet, nooit niet. De politie houdt de groep tegen. Er ontstaan schermutselingen. De betogers belagen ook journalisten. De onrust wordt volgens de burgemeester deels veroorzaakt door voetbalsupporters van FC Twente. Opnieuw dus een grimmig hoofdstuk in het asieldebat. Na de autobranden in Oost-Knollendam en de tumultueuze inspraakavond in Steenbergen. De overheid is mede schuldig aan de verharding van de sfeer, stelt deze massapsycholoog. Mensen die willen gehoord worden en de politiek die kan niet naar ze luisteren en die luistert dus niet naar ze. Dus gaan ze harder roepen. Nou, en dan kunnen er dus rare dingen gebeuren. Ook in Enschede zeggen bewoners dat er niet naar hen wordt geluisterd. We worden door de gemeente Enschede en het kabinet totaal niet serieus genomen. De burgemeester van Enschede is het er niet mee eens. De ruimte voor je mening is er. En die wordt ook geborgd, ondanks de hele hoge kosten die daar aan zo'n dagje als vandaag aan verbonden zijn. Ga naar huis, het is afgelopen, de demonstratie. 6 mensen worden opgepakt vanmiddag, onder meer voor het brengen van de Hitlergroet.